Avond en welkom bij een nieuwe video. Hallo. Lo en ik gaan nu naar buiten, want het is donderdagavond en ik ben lekker vrij. Thank you so much. You're welcome. Kom maar hondjes. Kom maar hondjes. En we gaan bij Dynasty eten. En Jeanette en Angelique ook. Dus dat. Wat hebben we aan vandaag? Ik heb mijn nieuwe leather jas. Jurk aan van Naked Fashion Boutique. Kijk hoe leuk dit is. Mijn Fabluxe broek. En mijn laarsje van de Paul Warmer. Ja, Alois? Weet je niet. Nou, zo kan je me echt niet. Ik sta altijd onder die spot. Ja. Vorige keer ook. Toen ben ik heel verdiend. Ik heb een blouse. Hallo. Een blouse van Zara. Een broek van Zara. En de laarsjes die iedereen heeft. Van de zonsjuren. Die hadden Kel en ik even goed ontdekt. Van de zonsjuren. Ja, maar dan hebben jullie heel goed gedaan. God, dat spotje is echt kut. Ja, ik stond de laatste keer dat ik in jouw slot was. Ja. Zat ik hier op het bankje, weet je nog? Helemaal ja, goed. Toen hadden we kater. Had je me echt leuk even erop gezet hier? Is het een kleintje? Nou, willen jullie even stuk gaan? Ik ben speciaal naar boven weer gelopen om een andere outfit aan te trekken. Want ik weet niet waarom, maar dat chic is gewoon niet echt mijn ding. Ik hou gewoon wat meer van comfy, sportief. Dus ik heb nu gewoon wel dan die laarzen aangehaald. Dan vind je het gewoon leuk met een Nike shirt erop en zo'n vest. Een beetje comfy, chic. I like it. Nou, nu gaan we weer opnieuw beginnen. Keur. Kijk eens wat we allemaal hebben. Mijn wijfies. En het is zo lekker dit eten, jongens. En mijn lievelingssoepie. Lekker, joh. Goedemorgen. Oké. We gaan even teruglopen naar de auto. Want ik moest even die honden bij mijn moeder afzetten. Want ik ga naar Zaandam. Want ik heb een afspraak bij Pris voor de bindweefsel. Dus dat gaan we eens even regelen allemaal. Ik heb net lekker gedoucht, mijn haren gewassen, dus dat is nog lekker nat. Niet echt slim, want het is gewoon echt koud aan het worden. Dus ik loop met nat haar op straat. Terwijl het echt veel te koud is. Maar goed, ik heb een nieuw pak aan van Tony Velena Fashion TV Fashion. Kijk hoe leuk dit pak is. En dan zo kan die nog open. En dan is het met een capuchon en een beetje zo'n gladde stof. I like. Dus lekker. En nou, het wordt weer wat als de meid naar Zaandam moet gaan rijden. Want ik verdwaal altijd. Maar ik ben wel op tijd nu. Want ik moet er om 12:30 zijn en het is 11:45. Dus ik ga nu ook gewoon verstandig zijn en alvast wegrijden. Beter te vroeg dan te laat. Hè? Oké, en ik heb mijn nieuwe witte Nike's aan, maar op een of andere manier, ik hou echt van witte schoenen, maar ze worden zo snel vies. En nu loop ik alweer tegen een moddertak aan. En I hate that. Kind of shizzle. Maar goed, dat is nou eenmaal, hè, als je iets draagt, dan wordt het ook een keer vies. Dus, oké, tot later. Oké, Pris is me echt aan het afmaken. Maar ja, dat is altijd wel lekker, vind ik, met die bindweefsel. Want ik heb altijd het idee, als iets pijnlijk is, dan werkt het. Anders kan je net zo goed een massage nemen, toch? Goedemorgen. Zo, I know. Zit je lekker op mijn schootje? Ja, vind je leuk, schat? Wij zijn onderweg naar het plein. Want mijn schatje is in Nederland, Loefske. Dus we hebben even afgesproken om samen te ontbijten bij Le Pen de Couturienne. Loefske is Kelly, hè? Dat begrijpen jullie wel. Ze is hier weer even voor 2 weken, volgens mij, 1,5 week. Dus dat. En daarna heb ik, want ik moet even nog, dus ook nog snel een cadeautje halen bij Amstelveen. Nou, je verhaart is te kleren. Ik word er gek van. Want ik moet even een cadeautje halen voor AC May. Dochtertje van Kelsey, want dan hebben Jeff en ik daarna haar first birthday, verjaardag, ergens in de Hoef. Geen idee waar het is. Maar dus dat.
En dan is dat een beetje de zondag. Dus we gaan ervoor. Zo, we hebben wat kunnen kopen bij de Zara. Hallo. Noi! Noi kan niet meer lopen. We moeten rennen. Oh nee, het regent. Ja, ik heb mijn man meegekregen. Je bent tegenwoordig mijn man, schat. Vind je dat leuk? Niet meer mijn vriend. Ik zou wel willen. Ja? Zal je me ooit ten huwelijk vragen? Oké, goed antwoord. Niet dus. Motherfucker. Oké, ik heb weer mijn grijze broek aan. Ik ben echt helemaal even verslaafd aan mijn nieuwe grijze fabriekbroek. Die zit zo lekker. Kijk, dat is echt zo'n stretchy broek. En dan heb ik een maat 36 aan. Dus dat is helemaal lekker. We are going to the hoof. Oeh! Hij is katje. Goedemiddag. Oké. Nee. Ik zit niet tegen jou te praten. Oh, sorry. No problemo. Ik ben al heel de ochtend. Ik heb eigenlijk heel de ochtend mee met Kelly aan de lijn gehad. En terwijl ik hun aan de lijn had, ben ik weer begonnen aan mijn kast. Hier weer bezig. Echt jongen, ik ga echt een closet sale houden, want alles is gewoon nog nieuw wat ik weg doe. Oh, mooi. Hou nou eens smoel werk. Oh, mooi. Closet sale. Heel luxe. Hier dozen zitten al helemaal vol. Zo, geweldig. Hier heb ik nog een paar dozen. Geweldig. En we zijn hier bezig met de rest van de ellende. En daarna moet ik gewoon werken, dus... Terwijl ze hier... Hé, Popje! Hey, Noah is vertrokken. Dat wil ik. Ach. Doe jij nog? Ach. Wat ga je nou weer eten? Eten? Vla. Dit is Jeffrey's lievelingscombi. Dubbel vla met slagroom. Oh, dat mogen de mensen niet weten. Jawel, schatje. Wat gaan ze maar doen? Nou, veel plezier met je PlayStation. Ja, ik zie je later. Doei. Doei. De man speelt FIFA. Pardon. Oké. Dat zijn dus nu, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volle dozen. Maar ik ben nog lang niet klaar. Ik kan er sowieso nog 3 bij vullen. Dus dan heb ik in totaal 10 volle dozen. Maar ik ga morgen verder, want ik moet nu echt mijn blouse gaan strijken en werken. Dus, lekker bezig. Goedemorgen, we zijn weer bij Johnny. En ik heb al... Mijn armen helemaal moeten trainen net en dan moet ik ook nog eens gaan boksen. Dus dat is lekker slim. Kan ik straks helemaal jou niet slaan. Dat heb je slim gedaan, hè? Omdat het de vorige keer helemaal in elkaar stof. Nu ben ik slappe Harry. Kale Harry. Kale Harry. Zo dan. We zijn weer een dagje verder. En het is woensdag. En ik ben vrij. En ik ga nu heel even snel een Asaya bol ophalen bij Gym 3. En die neem ik dan gelijk mee, want ik had geen ontbijt in huis. Dus dan word ik helemaal niet goed nu. Ik moet echt zo snel mogelijk wat eten. Ik kan echt niet zonder mijn ontbijt. Maar goed, dus dat ga ik nu even ophalen. En dan rijd ik daarna door naar Kelsey. Want we gaan naar Chimpy Chim met haar kleine... En dan komt Kelly daar ook heen met Macy. Dus dan gaan we even spelen met de kinderen. En dan moet ik ook nog veel doen straks. Maar dat laat ik jullie allemaal straks even weten. Oh mijn god, dit is toch gewoon meer als geweldig. Willen jullie even zien wat deze voor mij heeft gemaakt? Ja.
zo lekker dit, jongens. Ik hou van dit. Ik vind het echt gewoon echt het lekkerste wat er bestaat. En hij is bij Food 3, bij Jim 3, echt het allerbest in het leven. Dus eet hem daar. Weer overslaan, huppeltje over. Oké, dat is makkelijk. Nu dan? Eerst even op. Dit was warm water en dat koud. En kijk, kijk wat ik kan. A, B, C, D, E, F, G, A, B, O, B. Oké, boosie van lieverspelletje. Oké, jongens, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik heb net even Bobby uitgelaten. Het is alleen maar aan het regenen. Het wordt snel donker. Het wordt echt gewoon weer winter. En ik haat het. I don't like the winter months. No, 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 I don't. Dus ik ben heel erg blij dat ik bijna naar Dubai ga. Oh. Ja, ik heb net gewoon dus 2 uur geslapen. Echt, mijn leven. Ik ga nooit meer uit. Ik werk alleen nog maar. Ik slaap alleen nog maar. En dat is het. Hé Bob, en ik ben met jou heel de dag. Nou, dat vind ik wel gezellig hoor, schatje. Je moet echt zo erg naar de kapper. Volgende week ga je naar de kapper, want het is helemaal, je bent ook helemaal nat nu van de regen. Bah, bah. Ik ga nu even een outfitje aan doen van Kachiki, die heb ik binnengekregen. Want ik moet zo direct met Kel naar een shisha tent. En ik ga straks even alles daarover vertellen. Daar wordt een hele fotoshoot gehouden. En ja, wel leuk. Lina gaat de foto's maken. Alles wat jullie willen weten over de fotoshoot, over de kleding die ik aan heb. Want er zit ook een kortingscode bij van Kachiki. Check even alles in de beschrijving onder deze video. En ja, dan komt alles natuurlijk op mijn Instagram te staan. Volgen jullie nog niet mij? Voor degene die mij nog niet volgt op Instagram. Mijn Instagram is gewoon mijn volledige naam aan elkaar. Bochy van Den Hoek. Zie je mij een foto? Nee, schat, ik zit hier. Oké, we zitten nu bij Massa Sik. En kijk, het is Bochy. Oh, we worden nu al foto's van ons gemaakt. Smoothietje. Hi, Saar. Toch zo, Saar? Ja. Nee, dat is Do. Oh, Do, sorry. Schat, ik wil even kijken. De avocado smoothie is zo lekker. Ik vind het ook. Dit is de kleur. Ik ben niet naar mijn hoofd kijken, maar even naar mijn kleur. Ben, kijk, deze smoothie is ziekelijk lekker. Ja? Minimaal. Nou, we zitten nu letterlijk een granaatappel te ontleden. En het is echt lekker. Granaatappel, wat is dit? En dit is een Egyptische mango, dus die is heel zoet. En we moeten nog eten. Ik zit al helemaal misselijk vol. Ik zit vol. Eten of avondeten. Oké. Nou, oh, mag dat niet? Nee, oh nee, nee. Hallo. Ze kennen hem allemaal. Ja, ze kennen je allemaal. Lekker. En sashimi. Zo, en zo nog een kannetje blijft wat warmer. Oh, lekker. Oké. Okay. Ik ben nu in Kelder Hotelkamer en ik ga weer flauw vallen. Ga zitten. Jongens. Foto's maken verplicht van een outfit. Ja, en dan zo strak alleen. Not possible when you have not the good mood. Sorry. En ik ga stuk, want ik heb hem! Bochy? Ik heb een foto, eindelijk, want mijn vriendin heeft deze iPhone. Ja. En ik ben zo happy, because he is good. Ik heb gewoon serieus de iPhone. Wat heb ik ook weer voor iPhone? De 11, de 10 plus. X. Ik heb de X, de beste, die hiervoor de beste is. Luister, die foto's zijn gewoon één drama met die telefoon. En nu ben ik klaar. Yes! En nu moet deze vrouw nog. En ik wens haar veel succes, want Kelly heeft 5 outfits. Ik zal trouwens even, oh, mijn outfitje filmen. Want dit is dus het outfit van Kachiki. Kijk, let op. Deze top. Helemaal leuk. Oh ja, sorry voor de fout. En dan deze, kijk, dan is die dus... Ik zal even mijn broek optrekken, anders zit je naar mijn hele laag. Oké, let op. Deze top, kijk hoe leuk. Zo doorschijnend. Met een... Zo, dit kan even goed beter. Zo. Zulke mouwtjes. Oké, ik heb in dit licht een witte buik, maar dat maakt niet uit. En dan deze legging. Dit hele outfit komt morgen op mijn Instagram. Check de links hieronder in de beschrijving. Doei! Goedemiddag! Ik heb vannacht niet geslapen. Niet. Gewoon niet. Gewoon echt niet. Ja, jij is druk. Ja? Ja.
En misschien een uur. En weet je waarom? Omdat mijn hond Bobby letterlijk heel de nacht met een bal heeft lopen spelen. En ik hoorde de hele tijd zo dit. Die nagels. En ik dacht, ik ga mijn hond vermoorden. Toen viel ik even een uurtje in slaap. Toen droomde ik dat mijn hond van een flatgebouw af was gevallen. Toen werd ik weer wakker. En toen kon ik niet meer slapen. Dat was... Ja. Dat was mijn nacht. En ik ben hier al vanaf 12 uur. Het is nu inmiddels 5 uur. En ik ben echt kapot. Echt heel moe. Wat? Ja, nee, nu begint dit. Oh my god, dat is zo. Ik heb nu ook een hele avond. Maar goed. Hè? Ik ga dus nu, weet je wat ik nu ga proberen te drinken? Een espresso shot. Let op. Uno espresso. Dit is echt iets wat ik dus niet lust, maar ik ga dit nu proberen te drinken. Is die ook 5? Kom, wissel. Dat is 3 waarschijnlijk, hè? Ja, 5 of 3. Ja, wissel maar op. Ja. En ik haat echt mijn oom. Kijk wat hij heeft gehaald. Pindarotjes. Dit is echt mijn lieveling. En dit. Hoe kan je dit halen? Ben je gek of zo geworden, Michelles? Oh, oh, oh. Oké. Okay. Ja, mokkabonen. Nou ja, ik ga het echt niet eten, hoor. 5 uur later. Doos op. Oké, okay, watch me. Je geur al. Hoe kan een mens... Dus jij espresso, Piet? Ja. Dit meen je niet. Een hele goede morgen. We zijn vroeg, het is 10 uur. En ik heb gisteren de hele dag gewerkt. En ik moet om 10:30 in Zaandam zijn. Bij Pris voor mijn windweefselmassage. En ik ga ook even gelijk voor mijn wenkbrauwen daar. Zodat ik het mooi uit. Want ik moest echt. Moet je kijken hoe licht het is geworden. Ik heb echt nog nooit zo lang niet iets aan mijn wenkbrauwen gedaan. Ik zie er alleen echt niet uit. Ik heb wel nog even snel gedoucht. Alleen vanmiddag ga ik mijn haartjes wassen. Dus dat. Het is mij echt een raadsel hoe ik het elke keer voor elkaar krijg om de verkeerde afslag te nemen. Ik zit zo erg naar die navigatie te kijken. Mirjam belt me en ik dacht nog, neem niet op, Bo, want anders ga je weer fout. En ik mis zo die afslag. Het is echt zoiets fucking irritants. Nou... Volgens mij ben ik echt net op tijd. Even kijken. Where is it? Here is it. Het is wel echt een hele mooie salon. Serieus. Herber Beauty MRI. Hier kan ik staan. Zo. En dan ga ik jullie even helemaal laten zien wat ze allemaal met mij gaan doen. Oké, het is dus nu met een touwtje gedaan. En ik heb nu vaseline rondom mijn wenkbrauwen gekregen. En hier gaan ze een verf op mijn wenkbrauw doen. Die moet 20 minuten intrekken. En dan blijft het, normaal blijft het natuurlijk verf 10 dagen zitten ongeveer. Daarom ga ik ook altijd graag heel vaak. Want dan wil ik het gewoon goed bijhouden. Alleen, dit is speciaal verf dat het 6 weken blijft zitten. Dus dat het echt 6 weken goed donker blijft. Dus ik ben echt super benieuwd naar het resultaat. En ja, ik ben ook echt benieuwd of het dan echt... daadwerkelijk 6 weken blijft zitten. Dus dat gaan jullie allemaal meemaken. En als dat zo is, dan is het natuurlijk echt top. Ik zal hieronder even in de beschrijving van de video zetten waar ik dit laat doen. En ja, hoe of wat, dat gaan jullie allemaal meemaken. Nou, dit ziet er beeldig uit. Het is ook echt een beetje gelig snotterig, deze verf. Ja, dit is echt top, want dit blijft 6 weken zitten, Bris. Ik ben echt benieuwd. Ja, het is maar stoppen hoor. Maar ik moest dus eigenlijk. Maar het moet 20 minuten zitten. Ja, we kunnen ondertussen even je benen doen. Nu ben ik bij Prisje. En dan gaan we weer voor de windweefsel. Het was echt goed, man, de vorige keer. Ik had helemaal zo'n spierpijngevoel. Ja, dat is top, hè?
Even serieus, voelt het alsof ik heel erg heb lopen sporten. Nou, dat is helemaal fantastisch. Bij Pris zet ik ook even onder in de beschrijving, onder deze video. Ik zeg dat altijd fout. En dan kunnen jullie een bindweefselpakket winnen. Van hoeveel behandelingen? Zes behandelingen. Ter waarde van? €200. Wie wil dat nou niet? Mooie beentjes in de zomer of buik, wat je ook wilt behandelen. Gezicht kan ook. Dus check het even. Want het is een hele leuke winactie. Al zeg ik het zelf. Ik ga nu liggen. En dan ga ik weer pijn lijden. Ik ben thuis. Ik ben even onder de zonnebank geweest. En ik heb nu even een hydraterend masker op mijn gezicht gedaan. En kijk eens hoe mooi mijn wenkbrauwen zijn geworden trouwens. Zo. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Even kijken. Zo. Zo. Mooi hè? Ik was echt bang dat het te donker zou worden. Maar het is echt heel mooi gelukt. Dus nu ben ik echt benieuwd hoe lang ik blijf zitten. Terwijl ik het masker op heb, ga ik even snel een vlog editen. En dan ga ik daarna douchen, omkleden, alles. En dan ga ik werken. En dan ga ik bij deze even mijn vlogje afsluiten. Vond je hem leuk? Vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. Ik zet alles in de beschrijving onder deze video. Wat jullie allemaal hebben gezien in deze vlog. En dan zien jullie mij van de week weer. Bye bye.